ik heb pakketjes. Dus die ga ik even uitpakken. Goedemorgen, het is woensdag en we zijn echt heel vroeg klaar. Ik ben aangekleed, jas aan, zesde jas aan doen. Ik heb mijn Goosecraft jasje aan, shirt van Villa, broek Rosner en doenlaarsjes. En we gaan op ons gemak naar school lopen. We zijn echt en ik ben ook mega op tijd. Ja. En ik heb een eigen styling aan. Ja, deze Nike's. Ja, en mijn jas van Coolcat. En hier, weet je dat ook? Van de H&M. En deze een zwarte majo. Van H&M, denk ik. Dat kan. Je hebt of van Dema. Ja, je hebt allemaal verschillende majo's, dus dat weet ik niet. En mijn huid gaat zo slecht en we hebben vrijdag de bruiloft. Vind echt niet leuk. Drama. Ik heb pakketjes, dus die ga ik even uitpakken. Het zijn er maar twee, dus het valt mee. Ik heb deze van Zara. Dat is voor Sarah. Even kijken, het is lastig om mijn hand te openen. Ik heb deze zwarte sandaaltjes voor de besteld. Ik wil altijd zwarte sandaaltjes hoor, maar het is best moeilijk vind ik voor meisjes zwarte sandaaltjes. Wat vinden die leuk zijn. En ik wil ook het liefst leer, maar het is weer gelukt. En dit had ik pas verteld, dat ik dat zocht. Heel benieuwd, want nou, het is ingepakt. Het is altijd heel moeilijk te vinden. Even kijken of ik hem met één hand open krijg. Even gaan gebruiken. Het is in ieder geval mega goed ingepakt. Ik hoop dat het goed is aangekomen daardoor. Het is breekbaar. Nog een laagfolie. Nou, vier keer in op een folie. Daar kan het niet aan liggen. Het ziet er heel netjes uit. Ik heb weer een vintage oude fotolijst gevonden. Ik heb die foto's natuurlijk van Sarah de Shoot. En we hebben die wand, dus ik kan weer een foto ophangen. En verder nog op zoek naar meer lijsten. Maar we zijn er weer in verder, dus ik ben helemaal happy. En ik heb het zo druk hierna. En morgen heb ik mijn nagels. Ik heb de kapper. Sarah is ondertussen mijn moeder, dus die moet ik ook brengen, halen, alles. En de laatste voorbereidingen. Vrijdag hebben we de bruiloft van mijn vriendin. Helemaal leuk. Echt wel heel veel zin in. Maar ik moet zo verschrikkelijk veel doen nog. Ja, het komt allemaal goed. Dus ik ga nu even gewoon denk 10 minuten niks doen. En ik heb een video staat erin. Hè? Wil je gelijk aandacht? Hi poes, kom hier. Kom hier poes. Hi Mimiel. Wat wilde ik zeggen? Oh ja, ik heb wat spulletjes die hier weggaan. Dus die ga ik even inpakken. Zij heeft allemaal Duplo, maar daar speelt ze thuis niet meer mee. En bij mijn opa heeft ze ook een Duplo, daar speelt ze dan wel mee. Dus de rest wat hier is gaat ook naar mijn opa. Dat ga ik vast inpakken. Ik weet alleen nog niet wanneer we het gaan brengen. Maar goed, dan is het wel vast uit de kasten. En dan nog even kijken of ik het verder in de kast gaan opruimen. De kastdeurtje daar is natuurlijk kapot. En ik weet niet zo goed wat ik wil nog in huis. Dus nu staat er gewoon een kast met een kapotte deur. Dit heb ik dus nu klaargezet, maar heel irritant. Ik weet dat er nog een onderdeel in Sarah de speelgoedkist ligt. Ergens onderop. Dit stukje ervan.
hebben. Alles weer erin. En... Zo, en dan gaat dit naar zolder. Te grappig, ik ging gelijk bij Sarah kijken. En het ligt echt zo met de deken. Komt het in beeld? De deken helemaal de lucht in. Ik weet niet hoe ze dat gedaan heeft, maar ik vind het zo hilarisch. Dus ik ben echt naar beneden gerend om het even te pakken. Om een foto van te maken. Maar ze lag gelukkig nog zo. Ik was heel erg bang. Dan kom ik boven en ligt ze nu zomaar. Ja, ik vind hem echt leuk. Ben nu dus de tv-kast aan het uitzoeken. Maar er liggen echt zo verschrikkelijk veel dingen in. Waarvan ik gewoon niet weet wat ik ermee moet. En dat wil ik dus ook allemaal uitzoeken. Maar dat gaat niet allemaal worden nu. Maar goed, als ik er vast iets uithaal, dan hebben we dat vast gedaan. Spelletjes. En dvd's en zo. Wat ik nooit doe. Heel veel is ook van Marco, maar Marco ligt te slapen, dus daar kan ik ook niet veel mee doen. Echt stapels dvd's, maar ja, wie kijkt er nou nog echt dvd, want we kijken Netflix allemaal. Nou, ik heb de kast aardig opgeruimd, is toch wel een stapeltje uit. Dit gaat eruit. En ja, het is een beetje donker, maar daarachter, dat is wat ik bij Mark moet uitzoeken. Deze stapeltje van dingen van Sarah, dit zijn echt privé dvd's en zo om te bewaren. Dit zijn ook dingetjes die me bewaren. En dit heb ik letterlijk allemaal geen idee van wat erop staat. Dus dat moet ik een keer met mijn computer allemaal gaan uitzoeken. Want ik weet dat er wel dingen tussen zitten die ik echt wil bewaren. En ik ben echt heel moe, dus ik ga lekker mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie ik je morgen. Doei!